Misschien kan je herinneren dat er een paar weken geleden Verkennersgate was. Verkennersgate ging over... De foto van Ollongren. Ja. Functie-elders. Ja, functie-elders. Ja, dat was een ding. En daar gebeurde iets in die hele mediacircus rond Verkennersgate. Wat binnenkort bij de volgende gate weer gaat gebeuren. Dus we dachten, wij gaan even pauzeren. We gaan even 2 weken terug. Mm. We pakken dat moment. Ja. En we gaan het analyseren. We willen het begrijpen. Oké. Doen we in 2 luik. We beginnen met de analyse. Daarna komt de duiding. Okay. En daar hebben we hulp voor ingeroepen. Wat is het moment waar we het over hebben, Alexander? Mark Rutte die kwam een beetje onder vuur te liggen. Zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Want die ging op een gegeven moment zeggen dat hij niet over Omtzigt had gesproken. En dat bleek toch wel zo te zijn. Ja, zo gaf hij er uiteindelijk toe aan een boze kamer. En toen was daar natuurlijk een moment dat Mark Rutte moest gaan reageren op die volkswoede die was ontstaan. En toen was daar een moment in de journaals waarop hij kwam aangefietst. Bom, 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 bom. Met een mutsje. Hey. Hey, wat leuk dat jullie hier zijn, cameraploegen. En dingen zei als... Ik ben strijdbaar, maar ik ben strijdbaar. Dat is mijn gevoel vandaag, de strijdbaarheid. En hou ik vast. Ja, dat houdt hij vast. En dat was gewoon heel erg vreemd. En er was ook nog een heel... Dus dat leek allemaal heel erg casual. Het was ook het paasweekend. Iedereen was vrij. Ja, dus ja. Mark Rutte komt aan met dat mutsje. En zegt dus ook op het eind van dat gesprek met die journalisten... nadat hij 100 keer heeft gezegd dat hij strijdbaar is... zegt hij... Goed jullie even gesproken te hebben tegen die journalisten. Alsof het soort van toevallig... allemaal tot stand gekomen. Hey, kluik journalisten, even in de remmen. Ja, en wij vroegen ons af, hoe komt zoiets tot stand? Dus ja. We gaan even bellen met Marleen de Roy, politiek verslaggever van de NOS, over hoe dit nou tot stand komt. Want zij stond daar. Zij was daar. Marleen, jij was degene die klaar stond bij Rutte, toen hij toevallig voorbij fietste om te vertellen dat hij zo strijdbaar was. Klopt. Een van de 2 journalisten, ja, die er stonden. Ja, ja. Hoe kwam dat interview tot stand? Ik was die dag aan het werk en ik was 's ochtends bij de moeder van Gert-Jan Segers geweest, omdat hij was daar een Pasen te vieren. En we wilden hem natuurlijk heel graag spreken, want het Nederlands Dagblad, daarin had hij een interview gegeven om te zeggen dat hij niet meer met de VVD wil samenwerken zolang Rutte er zit. Nou, dat sloeg natuurlijk in als een bom. Dus ik naar Moerkapelle, daar interview in de tuin gedaan met allemaal schapen op de achtergrond, nog een kopje koffie van de moeder gekregen. En toen, dan ga je daarna gewoon rondbellen bij alle partijen, maar vooral natuurlijk ook bij de VVD, van oké, wat nu? Hoe denkt de partij daarover? Wat denkt Rutte hierover? Dus we hadden natuurlijk meteen gevraagd, als Rutte iets wil zeggen vandaag, heel graag, wil hem heel graag interviewen. Dat kwam als een totale verrassing voor de VVD dat jullie dat wilden. Totale verrassing. Nee, niemand in Nederland wilde de dag natuurlijk Rutte spreken. Nee, dus rond een uurtje of... Ja, wij dachten, het gaat sowieso niet gebeuren vandaag. En toen 4:15, 4:30 of zo, kregen we een appje van de hoofdwoordvoerder van Rutte. Van, ben om 6:15 bij de Indische dames. Hmm. En ik kreeg een groen. Ja, Indische dames. Ik dacht dat het een restaurant zou zijn. Of afval, toko, ik weet het niet. Maar we hebben even gegoogeld. En er is dus een standbeeld in Den Haag. Dat heet de Indische Tantes. Maar zij gingen gewoon in de studio. Speurtocht, inderdaad. Ja, ja, je moet het een beetje spannend houden. Wij daar naartoe. Ook geen idee wat er ging gebeuren natuurlijk. En toen stond ik daar. En toen was er ook een collega van RTL. Toevallig. Ook toevallig. Ja. Nou, dus wij zeiden, let's see what's happening. Dus dan kijk je gewoon een beetje om je heen. Want het was gewoon een heel druk kruispunt. Van, komt er iemand met de auto, op de fiets, lopend, in pak? Ik heb geen idee. Komt hij uit de bloemenzaak achter me? Ja. Yeah. En toen kwam hij dus aanfietsen. Dus ik herkende hem niet heel goed, maar de cameraman wel. Vanwege de beroemde muts inmiddels. Wat was het eerste wat je dacht toen je hem zag komen aanfietsen? Ik was vooral... Ik wilde gewoon, want ik was bang dat hij zou fietsen, 1 ding zou zeggen en zou doorfietsen. Ah. Dat ik hem niks kon vragen. Je dacht, ik moet iets roepen. Ik moet hem van die fiets trekken. Ja, dus ik zei, we gaan toch geen fietsend interview doen? En toen zei hij, jawel. En toen dacht ik, oké, dan gaan we een fietsend interview doen. Maar ik wil wel mijn vragen kunnen stellen. Want dat is eigenlijk dan het belangrijkste waarvoor je daar bent. Weet je? Je gaat niet gewoon de microfoon openzetten. Maar er is dus een deel van je dat denkt, hij gaat iets roepen en dan doorfietsen. Waarom denk je dat op dat moment? Dat is blijkbaar je ervaring. Zo iemand doet dat natuurlijk, dat weet je ook. Omdat hij iets wil... Rutte wil gewoon iets vertellen op zo'n dag. Iets overbrengen. Hij heeft 1 boodschap.
En eigenlijk al die vragen eromheen zijn voor hem op dat moment ruis. Maar goed, wij vinden dat heel belangrijk en wij doen het juist om die vragen te stellen. Dus je moet dan wel een beetje laten zien van oké, we staan hier, je mag je verhaal doen, maar wij gaan ook de kritische vragen stellen. Dus ja, ik ben ook echt waar. Ik ging een beetje zo voor de fiets staan eigenlijk. Ja. Maar dat werkte heel goed. En hij was ook bereid. Het was een interview van 6-7 minuten of zo uiteindelijk. Want die balans tussen voor hem is het ruis, voor jullie zijn het kritische vragen die je echt wil stellen. Ja. Hoe vond je die uiteindelijk, hoe heeft hij uitgepakt in dit voorbeeld? Nou, ik vind, ik heb alle vragen die ik wilde stellen op dat moment. Ik had ook een diepte interview van 20 minuten het liefst willen doen. Maar goed, ik had heel veel vragen en die heb ik allemaal kunnen stellen. Dus dat, en levert het in die zin dan iets op? Want je hebt een hoop vragen. Is het dan zo dat hij gewoon de hele tijd terug naar de centrale boodschap, namelijk ik ben strijdbaar? Zeker. Ja. Nee, die zijn zo getraind. Kijk, die weten één centrale boodschap in 7 verpakkingjes te geven. En dan denk je, oh, dat is een andere zin. Maar het komt in de kern exact op hetzelfde neer. Ja, en je zegt, ik heb al mijn vragen kunnen stellen die ik wilde stellen. Ja. Maar heeft het levert het in die zin dan nog wat op dat je die vragen kan stellen? Kan je het dan nog moeilijk maken? Ontlok je iets wat hij niet had bedacht? Of is het zo glad allemaal dat het gewoon voorbereid is? Nou, ik moet eerlijk zeggen, bij Rutte is dat altijd wel lastig. Hè? Want ik doe vaker lange interviews met hem voor het Oog op Morgen. En Rutte is zo ervaren, dat ontglipt hem echt. Ja. Nou, bijna nooit wat. Ja. Ik kreeg een collega die dat al jaren deed en die zei tegen mij, je moet niet de illusie hebben dat Rutte ooit iets zegt wat hij niet zo bedoeld had of zo. Wat per ongeluk gezegd wordt. Die zijn zo ervaren. Die zijn echt geconcentreerd tijdens een interview en weten echt wat ze zeggen of niet. Maar je kan wel dingen vragen. Hij had hem bijvoorbeeld in dat interview, zei hij, het is niet aan Gert-Jan Segers of de ChristenUnie om zich te bemoeien met de personeelszaken van de VVD. En toen zei ik, ja, ho eens even, deze hele affaire is toch ermee begonnen dat u zich heeft bemoeid met de personeelszaken van het CDA rondom Pieter Omtzigt. Ja. Ja, en daar gaat hij dan niet op in, maar dan merk je wel dat hij heel geïrriteerd is. Dan zegt hij, ja, dat is een hele andere discussie. Mm. Dat is een hele andere discussie. Daar heb ik alles over gezegd, wat ik wilde zeggen. Nou, oké. Okay. Maar daar zie je dus wel aan, dat is dus een zwakke plek in zijn verdedigingslinie. Hey, Marleen, we hadden een paar weken geleden hadden we Rudy Bauma van Nieuwsuur hier te gast. En die zei, het is belangrijk voor de vertrouwen in de journalistiek dat we transparant zijn over onze werkwijzes en uitleggen aan het publiek hoe dingen tot stand komen. Ja. Hebben jullie overwogen om te vermelden hoe dit interview met de fiets en het mutsje tot stand komt? Namelijk dat je een sms'je krijgt van, kom hierheen. Ja, niet voor het 8-uur-journaal, omdat, ja, achteraf zien hadden we dat misschien op. Ja, het is heel lastig. Hè? Je hebt dus 1 minuut 50 om een verhaal te vertellen waar 2 politici in een rol spelen. Wat ze zeggen inhoudelijk en niet. Dus ik heb nog even opgezocht hoeveel zinnen je nou in zo'n item kwijt kan. Als verslaggever. Ik had nu 4 zinnen. Dus dat is niet heel veel. Maar misschien had ik toch wel met een paar woorden of zo iets duidelijker kunnen maken van, hij wilde op zijn zaterdag ook nog wel zijn eigen zegje doen of zo. En wat was dat? Wat had dat opgeleverd? Waarom was dat goed geweest? Nou, ik weet niet. Ik heb daarna, want wij maken een online videoserie rondje Binnenhof en daar hebben we het ook uitgebreid behandeld. Ik denk dat er heel veel platforms zijn, zoals een podcast of waar je of online bijvoorbeeld, waar je veel meer ruimte hebt om een beetje kleur en duiding daaraan te geven. Maar ik ben het helemaal eens met Rudy. Het is heel belangrijk dat we transparant zijn over hoe zoiets gaat. En zo werkt het ook gewoon. En volgens mij moet je daar heel open over zijn. En misschien moet dat ook zo langzamerhand in een 8-uur-journaalverslag. Kan daar best wel wat kleur in gegeven worden. Maar het is best een moeilijke overweging om dat zo in een split second te maken of zo. En je denkt ook, oké, wat voeg ik daar nu aan toe of zo? Ik ga er dan van eens, misschien ook naïef, maar ik denk dan, ja, er is toch niemand die nu denkt dat ik hem toevallig tegenkom. Ja, denk je echt? Op zaterdag op een winkelstraat. Wat doe ik hier dan met een camera? Ja, het is wel goed, het beeld wat hij probeert te creëren is natuurlijk dat het allemaal toevallig is. Ja, het kan zijn dat het publiek denkt dat jullie de hele dag achterna hebben gezet en eindelijk te pakken hadden. Ja, maar dat hij zegt zo, hey, hoi, en dan afstapt en zegt, oké. Nou, ja, ik denk. Maar er komt toch nooit een politiek. Ik denk niet dat mensen daarover nadenken. Maar jij denkt, jij denkt dat mensen dat journaal kijken en dan zien, oh ja, dit is vooropgezet. Dit is vast zo geregeld. Dat is, je verwacht wel die soort van mediawijsheid van de kijker. Nee, dat is misschien ook dat ik dat te veel vraag. Maar ik bedoel,
ik ben ook 's ochtends gevraagd om naar Gert-Jan Segers te gaan. En dan sta je ook met een achtergrondje met allemaal schapen, weet je wel. Ja, ja, wat ook gewoon dan ook zeggen, ja, ik ben gebeld door de ChristenUnie, mag hier naartoe komen. Ja, ja, dat... ja. Dus ook totale beeldregie, ja, dat je als goede christen het Pasen viert. Dat was ook gewoon bedacht. Dat ze gewoon zeiden, we gaan naar de familie toe. Dat is een mooi beeld. Voor. Ja, en wat denk je van het meest tekenende, vond ik dit jaar, het afgelopen jaar. Wopke Hoekstra, die zijn kinderen aan het voorlezen was. En toevallig de deur opendeed voor wat verslaggevers. Zegt, oh, jullie zijn hier. En toen wilde hij aankondigen dat hij lijsttrekker van het CDA werd. Maar dat was natuurlijk wel een circus waarvan je zou kunnen zeggen... Wat raar dat we daar als journalisten gewoon in dat theater meegaan. Want je gaat erin mee op het moment dat je het niet benoemt, toch? Als je zegt van nou, meneer, ik snap dat je eerste vraag niet is, meneer Hoekstra, wat is dit voor theater? Maar het kan wel vraag 3 zijn. Ja, precies. Dat je zegt, oké, maar u belt ons om hier te komen of zo. Waarom doen we dit eigenlijk bij uw huis? En waarom? Ja, dit is duidelijk allemaal bedacht. Wilt u dit beeld uitstralen? Ja. Maar volgens mij is het meer in de duiding van onszelf als journalisten. Mm-hmm. Om het te vertellen dan per se te vragen. Ja. Dat zou ook kunnen. We willen jullie interviewen. Wopke Hoekstra, vertel, ga je het doen of niet? Ja. Nou, dan zegt ze, oké, we geven een interview. Kom maar om 10:00 s'avonds hier voor de deur. Ja, oké. Maar je zegt dus eigenlijk, dat was een heel gekke gewaarwording. Maar dat was niet echt heel duidelijk. Diezelfde verbazing die je daar dan over hebt en waarschijnlijk met collega's spreekt. Dat werd niet heel duidelijk op tv. Dus het is een beetje een optelsom van dat soort, van dat soort dingen. Momenten, soms ja. En, maar ik denk ook juist toch, omdat we dus steeds meer platforms hebben om dat te bespreken op een goede manier. Ja, maar dat zijn wel de freaks die je dan bereikt in plaats van de gewone journaalkijker. Maar daarom, wij hebben het er ook intern heel veel over. Van oké, in hoeverre, op wat voor manier kan je het nou in het 8 uur journaal ook vertellen? Je hebt veel minder tijd, maar gewoon wel concreet vertellen van nou ja, we zijn uitgenodigd of zo op zo'n manier. Om dat toch mee te geven. Je proeft ook dat heel veel mensen die transparantie steeds meer willen eigenlijk. Ja, het zou een interessant blokje zijn aan het eind van het journaal met... We kijken nog even terug naar het metablokje. Wat heel raar was dat de ChristenUnie vroeg of wij langs wilden komen bij de moeder van Gert-Jan Segers. Ja, ik zou dat wel waarderen. Ja, en ik zou het ook lekker als journalist ook fijner vinden dat je wat minder gebruikt voelt. Dat je zelf weer de regie neemt. Ja. Ja, maar op zich nemen we ook de regie, want uiteindelijk monteren wij die items, hè? Tuurlijk, maar je begrijpt wat we bedoelen. Ja, ik begrijp zeker wat je bedoelt. Maar soms als hij dan 5 keer dezelfde boodschap hebt, maar hij zegt 1 andere zin, dan pakken wij vaak die 1 andere zin. Ja. En dat vinden zij dan weer niet leuk. Ja. Nou, dit is een oproep aan Marcel Geloof. Dat lijkt me helder. Nee, helemaal niet. Van ons. Wij nemen deze wel even. Voor dat laatste blokje. Nee, dat zou ik ook wel leuk Ja. Hé, hey, heel ja. veel dank voor deze toelichting, Marleen. Ik vond het heel interessant. Oké, leuk. Veel succes. En voor je podcast, hoor. Dank je wel. Cool. Zet hem op. Hoi. Ja, Jan Fout. Ja, en Alexander Klupping. Goedemorgen, Rob Wijnberg. Oh, goedemorgen. Met Eten Zaken. Rob Wijnberg. Marleen de Rooij, politiek verslaggever van NOS, zei eigenlijk... Ja, we hebben ook niet onbeperkt tijd in het NOS-journaal. En mensen weten toch eigenlijk ook wel dat we daar niet toevallig staan. Als Mark Rutte komt aanfietsen, mensen snappen toch wel... dat daar iets geregeld is. Zij zegt eigenlijk, kijkers begrijpen dit toch wel. En we proberen er... bij in podcast en zo aandacht aan te besteden... hoe dit soort dingen tot stand komen. Maar ja, je hebt ook niet onbeperkt tijd in het journaal... om uit te leggen hoe dit soort beeldregie tot stand komt. Waarom, denk jij, doen journalisten mee aan dit theater? Ja, omdat het goedkoper en makkelijker is... om dit soort geregisseerde interviewtjes te doen... dan om je te verdiepen in de kwestie... en daar moeilijke vragen over te stellen. Hmm. Ja. Lijkt mij. Je denkt eigenlijk dat hele interview zou überhaupt niet gedaan moeten worden met Mark Rutte die daar staat en dan 3 keer zegt ik ben strijdbaar. Dat interview zou überhaupt niet moeten gebeuren. Of bedoel je dat niet? Nou ja, ik bedoel, je kan je wel zeggen van dat moet niet gebeuren, maar dat gebeurt toch. Ja. Want het is gewoon een schouwspel. Het is gewoon journalisten die eigenlijk, het is eigenlijk een beetje zoals mensen naar tv kijken. Zich willen opwinden of oordelen willen vormen zonder iets ervan af te weten. Hmm. Dus dat kan op deze manier goed, weet je wel. Want dan zegt hij, ik ben strijdbaar. En dan kunnen mensen zich gaan afvragen, komt hij geloofwaardig over? En dan gaan ze bij zijn critici vragen van, vertrouwt u Mark Rutte nog? En zo. Het is gewoon allemaal
ja, hoe zeg je dat? Een beetje... Op de oppervlakte. Ja, het is gedrag. Borrelpraat. Bekijken. Ja, borrelpraat. En het is makkelijker om het gedrag te beoordelen als kijker dan inhoudelijk te bedenken wat je er eigenlijk van vindt, als ik je goed begrijp. Nou ja, het is een beetje hetzelfde als... Ik gebruik heel vaak de metafoor... je kunt een bord eten voor je neus op twee manieren beoordelen. Je kunt een hap nemen en zeggen, vind ik het lekker of niet? Of je kunt proberen uit te zoeken of het gezond voor je is. Nou, dat laatste is ingewikkelder, want dan moet je weten wat gezond is. Dan moet je weten wat erin zit. Dan moet je kennis hebben van wat er op je bord ligt. Uh-huh. Terwijl als je gewoon een hap neemt en zegt, lekker, niet lekker... Dat is makkelijk, dat is snel gedaan. Uh-huh. Dat oordeel kun je vellen zonder iets te weten. Ja. En al dit soort parlementaire verslaggeving is oordelen zonder iets te hoeven weten. Je kan natuurlijk ook zeggen, er is een heel erg boos parlement. En we zijn met z'n allen benieuwd wat de leider van het land eigenlijk ervan vindt dat het parlement zo boos is. Uh-huh. Dus het is niet meer dan logisch dat daar aandacht voor is. Nee, het is ook in een zekere zin ook wel logisch, want politiek is natuurlijk ook verhoudingen met elkaar. Ja. Dus als je niet door één deur kunt met elkaar, ja, dan heeft dat effect. Ja. Alleen de vraag die dan eigenlijk als het ware totaal irrelevant wordt verklaard, is waar is men boos over? Hmm. Hè, en dat is dan ook nog een wisselwerking tussen politiek en journalistiek, want die twee werelden zijn innig met elkaar verbonden. Op het moment dat de media ergens een camera opzet en daar en verontwaardigd over iets doet, dan gaan politici dat overnemen, gaan ze daar ook verontwaardigd over doen. Terwijl als de camera er niet is en er wordt wetgeving voorgesteld waarvan de allerlei instanties, Raad van State zegt, als je dit gaat doen, dan ga je mensen ruïneren, zoals met de toeslagenaffaire. Ja. En daar is geen verontwaardiging over, dan komt dat dus ook niet op. Dus de vraag is eigenlijk, waar ben je precies verontwaardigd over? Het NOS Journaal van 8 uur is een soort van eerder een machine voor verontwaardigdheid dan dat het gaat over de dingen die er echt toe doen. Ja, het is verontwaardiging over het spelletje, over de verhoudingen met elkaar. Wat zou je hopen van het 8 uur journaal? Als je dan één ding zou kunnen veranderen in die 25 minuten of zo die ze maken, je zou de hoofdredacteur één opdracht mogen geven. Wat zou dat dan zijn als het over dit gebied gaat? Nou, ik zou, en dat zou ik bij elk medium waar ik het voor het zeggen zou hebben doen, ik zou de journalisten in kwestie zich laten specialiseren in dossiers. Mm-hmm. Dus dat ze kritisch kunnen zijn op datgene wat er op het spel staat, in plaats van het spelletje eromheen. Ja. Dus je wil eigenlijk journalisten hebben die kritische vragen kunnen stellen, niet over de vorm, niet over komt dit geloofwaardig over, heeft hij zich staande gehouden, dat soort dingen. Mm. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Je moet het je voorstellen, ik geloof dat er is nu een promotieonderzoek naar gedaan. Ongeveer 1 op de 5 wetten, dus 20% van alle wetgeving in Nederland, haalt meer dan 1 artikel in een landelijk dagblad. Mm. 80% van alle wetgeving, dat is uiteindelijk wat politiek produceert, wetten, waar wij ons allemaal aan moeten houden, komt niet eens aan bod, komt niet eens in de krant. En omdat je dan dus helemaal geen kennis hebt van wat nou eigenlijk hetgene is dat politiek voortbrengt, ga je je compleet opwinden over vertrouwt men Rutte nog? Ja. Maar dus het grappige is, dat kan je ook heel mooi zien hier. Hij over dingen waar met echte consequenties, hè, tienduizenden families geruïneerd in de toeslagenaffaire of dividendbelasting enzovoort, dat overleeft Rutte allemaal. Maar dat hij dan zeg maar bijna glijdt over, ja, dat hij zich een memo niet kon herinneren, omdat daar dan 14 uur een marathondebat over moet worden gehouden en daar permanent talkshows over worden gevuld van hoe erg het allemaal wel niet is. Dat zegt alles. Hij valt dan over iets relatief triviaals, zonder echte consequenties. Dit is het Wernbergiaanse ideaalbeeld. Dus een 8 uur journaal met dossiertijgers. Als je dan even naar de huidige context van het gesprek met Marlene over van
moet ze dan in die reportage van 1 minuut en 50 seconden over de fiets en het mutsje, moet ze daar dan in zeggen dat ze een appje heeft gekregen van de VVD en dat ze daar dus eigenlijk naartoe zijn geroepen, en dezelfde geval bij Gert-Jan Segers, dat ze naar zijn moeder moesten komen. Zou dat al wat verbeteren? Zou dat al een stap zijn richting dat Wijnbergse ideaal dat jij net schetste? Ja, zeker. Want in feite, kijk, televisie is wat dat betreft een moeilijk medium. Want televisie draait heel letterlijk om beeldvorming. Je moet overal een beeld bij hebben. Dus eigenlijk elke item in het journaal. In tekst kun je nog abstractie bieden, zeg maar. Die je op beeld niet hebt. Dus dat hij daar met een mutsje staat en op de fiets zit enzovoort. Dat voegt allemaal toe aan wat een kijker eraan overhoudt. Dus als je dan vertelt hoe dat beeld tot stand komt, dat dat niet toevallig is, dat daar appjes vooraf aan worden gestuurd, dat geeft wel meer inzicht in hoe dat beeld, wat je dan uiteindelijk ziet, tot stand komt. Dus, maar dat is niet genoeg. Hm. Want daarmee heb je nog niet de inhoud doorgrond. Zeg maar, waar is de ophef nou eigenlijk over? Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat Verkennersgate, uiteindelijk ging het erom dat ze Omtzigt toch wel een ministerpost wilde geven. Nou ja, dat kan hij weigeren. Je kunt zeggen dat is eigenlijk een promotie, want ze willen hem een belangrijke rol geven in het kabinet. Mm-hmm. Je kunt ook zeggen, ja, daarmee snoei je een kritisch Kamerlid in de mond. Het is maar net hoe je dat bekijkt. Maar dat is uiteindelijk waar het om draait. Maar waar alle aandacht naartoe gaat, is het feit dat hij zich dit niet herinnerde. Of dat hij daar dan uitspraken over heeft gedaan die later niet kloppen. Maar dat is niet het erger eraan. Eigenlijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik zie je bij het koffiezetapparaat zo. Nou, inderdaad. Ik moet nog wel even één vraag stellen. Ja. Ben ik ook ingeleid met een jingle? Nee, maar het moment dat wij een uitgebreider jinglepakket gaan maken, ik beloof jou dat er een duiding van Rob Wijnberg jingle komt. Is dat yes. Okay. Ja, dat is voor de beeldvorming. Afgesproken. Dankjewel, Rob. Dankjewel. You. Hoi.